Hoi. Wat ga je doen? Lekker trainen. We gaan zo meteen de plaat presenteren. Ah, spannend. Een kleine presentatie. Oh kijk, daar is het muziekorkest. Precies. Dit is voor jou. Ook al een hele... Het is eigenlijk een beetje te vergelijken met het verhaal dat jij ons toen verteld hebt. Ja. De liefde. Voor de dier en de liefde in het algemeen heeft velerlei vormen. En de liefde voor leven. En de liefde voor leven. Ja. Dus wij hebben een cd, een fotoboek en een lp voor jou. Ja. En allemaal zijn ze verschillend. En allemaal beleefden ze een ander facet dat wij hebben gezien in onze deelnemers. Want we hebben het samen met hun gemaakt. Dus ook samen met jou. Ja. En wat ik leuk vind, nog even om erbij te vertellen. Er was één iemand en zij kan helemaal niks meer, zij heeft MS. Maar zij dichtte wel. En ik heb haar gevraagd, ter inspiratie van jou, om een hymne te schrijven. Dus een loflied op het leven. Okay. Omdat voor mij hymne, ik ben zelf geen gelovig, maar voor mij staat hymne wel ook heel dicht bij ongelovige muziek en liederen. Ja. Dus ik heb haar gevraagd om te schrijven en dat is het eerste nummer. Ja. Alsjeblieft. Heel erg dankjewel. Dank je wel. En ik hoop dat je nog veel geïnspireerd. Hartelijk dank. Door het leven. Hartelijk dank. Ja, dames en heren, kom gezellig even hier naartoe. En dan hebben we de officiële handuitreiking van onze LP. Je ziet hem daar staan. Het is daar is mijn fantastische collega, CP per B. Ik noem hem Pieter Peet. En... dit geweldige project is eindelijk deze week tot zijn einde gekomen. Dus we hebben een jaar gewacht op de LP. Daarvoor hadden we al de CD en het boek. Peet, kom je even erbij? Ik weet niet hoe, maar dit kunnen wij. Kijk, met gitaar en al. Kom even. Kan ik zo gaan? Nee, kom erbij staan. Oké, ook wat zeggen. Op het podium. Ja, dat hebben we al gezegd. En kan jij wat zeggen over de vorm van de LP en van de CD en het verschil ertussen? Echt een heel klus podiumtje. Ik heb nog nooit zo krap gestaan. De cd, ik begin vast, die bestaat er uit twee. En we hebben een cd met alle interviews. Ik heb helemaal niks verteld over het project. Wacht even, wij zitten er zo in alsof jullie het al kennen. We hebben ouderen, mensen met een fysieke beperking en mensen op de markt geïnterviewd. En naar aanleiding daarvan heb ik liederen geschreven. En hebben we een aantal liederen in een nieuw jasje gestoken. En... precies. Kijk. En we hebben vandaag Maaike uitgenodigd. Maaike is iemand die ik sprak op de markt. Die had net een nieuwe liefde. En we hebben mensen geïnterviewd over liefde in hun leven. En allerlei verschillende soorten. Dus we hebben de goddelijke liefde. We hebben de één-op-één liefde. We hebben de liefde voor een hond. Wat voor liefdes hebben we nog meer? Voor de zee. Drank zwerven, zee. En elk nummer heeft zijn eigen stijl en zijn eigen... vorm gevonden. Zal ik hem eerst zingen en dat dan Maaike hierheen komt? Dat gaan we doen. Dan mag je ernaast stappen. Ja, of je blijft hier staan. Vind ik helemaal leuk. Schelling in zo'n tent. Ineens zie je hem staan. Hij kijkt je zo recht aan. Nou, dat is nou toevallig. Eens een echt leuke vent. Het is de liefde waar je op zat te wachten. Het is de liefde waar je op zat te wachten. Dus bij de walvis spreek je af. En het voelt een beetje maf. Maar je denkt, ach wat kan het toch schelen. Ik heb al zoveel meegemaakt. Die ene kan dus vast geen kwaad. En ik ben ook zo weer weg als het gaat vervelen. Dus pak je samen dat terrassie. En je voelt een beetje passie. Hij kijkt je weer zo aan. Jij denkt, nou hup, vooruit kom aan je nek.
adem op zijn wang. Jullie zoenen urenlang. En dan een hartje in het zand. Het is de liefde waar jij op zat te wachten. Het is de liefde waar jij op zat te wachten. Dus kom de boot naar vaste wal. En je raadt het misschien al. Ook daar blijft hij nog knap en sympathiek. Geen laffe zak. Hij woont ook in dezelfde stad. Leuk, gelijk bij hem in bad. Dan krijg je nog zijn sleutel. En je knijpt hem in zijn bil en vraagt, kom, als je ook de mijne wil. Je denkt weer, wat kan het schelen? Ach, ik doe eens gek. Het is de liefde waar jij op zat te wachten. Het is de liefde waar jij op zat te wachten. En het is zo fijn dat het net werkt op de Schelling. Het is zo fijn, echt heel fijn, dat het net werkt op de Schelling. En dat bedoel ik niet het visnet, ik bedoel dat ene webnet. Het www.net, het zeer belangrijke appnet. Het App Store net het niet, ja precies, een streepje appnet. Echt heel fijn dat het net werkt op de Schelling. Want het kan dus na een week al heel erg zijn en niet fake. Tinder blijkt toch ware liefde op bestelling. Swipe naar links. En swipe naar rechts. Ik verwacht dat jullie het doen, hè? En naar links. En naar rechts. En naar links, links, links. Oeh, naar rechts. En Tinder blijkt toch waar de liefde op ter Schelling. En dat hebben we dan opgenomen met een hele band, met een bassist en met een fantastische saxofonist die ook altviool speelt en een fantastische percussionist. En daar is de hele plaat op gestoeld. Nou, ik zou zeggen, we hebben straks ook een kraampje daar in het bos en dan kan je me ook aanschaffen. Ik ga gewoon lekker nog een paar liedjes spelen, je kan lekker blijven, je kan naar Petra zeggen, ik wil het gelijk het hele setje, de LP, de CD, het boek. Maar Maaike eerst. Kom maar, Maaike. Woe! Kom erbij. Maaike ken ik van de markt. En ik vroeg Maaike, goh, kan jij wat vertellen over liefde in je leven? En toen zei jij, weet je dat nog? Nee. Jij zei, nou dat is heel leuk. Ik heb net een ontzettend leuke man ontmoet op Ter Schelling. In een tent. Nou, zo is het ontstaan. Via Tinder geloof ik ook nog. Ja, dat klopt. Ja, dat is hem niet geworden, hè? Jawel. Oh, dat is hem wel geworden. Daar staat hij. Ja, zeg je even dat hij daar staat. Hey! Hey! Dat is helemaal te gek. Ja, maar nou, super, dankjewel. Het is een hele pakketje. Ja, super. Met alles erop en eraan en een prachtig clip. Speciaal voor jou. Nee, en hem natuurlijk. Jij ook, dankjewel voor die inspiratie. Dankjewel.